Als het om het kijken naar schilderijen gaat, dan is het altijd weer een dilemma. Wat en hoe? En veel denken we, nou ja, wat stelt het voor? En dan zijn we wel heel blij als we weten wat het voorstelt. Maar bij echte grote kunstenaars gaat het natuurlijk ook heel vaak om het hoe. Je kunt je afvragen, wat is de uitdrukking van het gezicht van deze man? Hoe kijkt hij? Maar je kunt je ook concentreren op de manier waarop deze kraag geschilderd is. En ik hou van die kraag. De manier waarop die gesteven panden van die kraag hier in de ruimte staan, waarbij het licht hier door deze hoek heen schemert, waarbij hier de zwarte kleding doorheen schemert, waarbij die twee panden overheen klappen en dit in de verte, in de diepte verdwijnt. Dat is iets, ik krijg er niet genoeg van om daarnaar te kijken. Die kraag is misschien wel het mooiste moderne beeldhouwwerk dat je je kunt voorstellen.